Wat we nu aan het doen zijn, is het testen van de FTK voor het begin van het zaalseizoen. En we zijn nu met 4 man aan het testen. 2 van ons zijn de coach en 2 van ons zijn scheidsrechter. En daarmee gaan we kijken of alles naar boven werkt. We willen de app en de DWF echt klaar hebben om dus te kijken of ook met die wisseling eigenlijk van competitietype of alles nog gewoon werkt zoals het zou moeten. Op het moment dat jij op deze manier met software en use cases bezig bent en je betrekt daar derde partijen bij en de klant daar zelf ook bij. Dus dat is goed voor een stukje bewustwording van wat staat er nu aan software. Doordat iedereen deelgenoot is, kan iedereen ook zijn input inleveren. Zo krijg je ook een zo uitgebreid mogelijke test. Dat hebben we ook wel gemerkt met de testcase van vandaag. Als de klant dit in zijn eentje had gedaan of wij alleen hadden getest, was dit er niet uitgekomen. Ik denk dat het een sterk onderdeel is van de samenwerking die je hebt met de klant. Om te zorgen dat je vooruit denkt en hen ook eigenlijk al patent maakt van er komen dus aanpassingen aan. En dat je dan eigenlijk met de klant samen gaat bekijken van oké, wat verandert er dan? Wat zouden we dan moeten testen? En dat je op die manier dus eigenlijk samen vooruit kijkt en samen bedenkt van dit moeten we nog een keer extra checken. En als je dat dus allemaal gedaan hebt, dan geeft dat de klant ook weer vertrouwen van alles staat goed.